Tom Meijters, dat ging snel, hè? Ja, dat ging heel snel. Excelsior is zich zaterdag gemeld. En we hebben eigenlijk een eerste goed gesprek gehad met elkaar. Ik had gelijk een goed gevoel bij de club. En ja, we zijn nu woensdag en het is gisteren allemaal rondgekomen. Veel stagiairs hier zien rondlopen, vooral op het keepersgebied. Ben jij er ooit nog voor in aanmerking gekomen of is het gewoon helemaal er langs heen gegaan? Nee, volgens mij niet. Volgens mij, ja, ze hebben hem, zoals ik al zeg, zaterdag benaderd. En dat was gelijk een gesprek en dat was een goed gesprek. Ja, en dat is eigenlijk gelijk uitgemond in een contract. Jij kon ook kiezen voor een contractverlenging bij FC Eindhoven in de Jupiler League. Waarom heb je voor Excelsior gekozen? Want je gaat hier wel als tweede keeper aan het werk. Ja, ik heb voor Excelsior gekozen eigenlijk om de simpele reden. Het is een mooie club in de Eredivisie. Ik wilde heel graag naar de Eredivisie. Ik heb 2 jaar bij Eindhoven als eerste keeper in doel gestaan. En ik was klaar voor een stap hogerop. En ik wil gewoon me laten zien op het hoogste niveau. Dus ik wil er ook alles aan doen om de concurrentiestrijd aan te gaan met de andere keepers. Je legt je ook niet neer bij een plek op de bank? Nee, ik kijk, iedereen die speelt en iedereen die voetbalt, die wil maar één ding, en dat is op het veld staan. En ik denk dat het ook gezond is. En ja, het is gewoon een, gelijk ik zeg, een concurrentiestrijd met alle andere keepers. En ja, ik ga mijn best doen om te laten zien wat ik kan en dan zullen we verder zien. Wij kennen jou vooral van de goal tegen Volendam, denk ik. Ja. Kun je nog eens beschrijven wat dat was? Ja, dat was eigenlijk de laatste wedstrijd van de play-offs. We speelden thuis tegen Volendam. Wij hadden in de Volendam verloren met 2-1. We stonden 1-0 achter. En de 93e minuut dacht ik van, ik ga een keer mee op een corner. En ja, die bal komt voor mijn voeten. En toen wist ik eigenlijk al gelijk dat het een doelpunt ging worden. Ja, het was jammer dat we daardoor eigenlijk, het werd de 1-1. En ja, het was jammer dat we daardoor niet verder konden in de finale van de play-offs. Dus eigenlijk was er wel een domper op iets moois. Maar ja, was wel leuk. Wat verwacht je van Excelsior? Ik heb nu net naar de training gekeken. Ik ken natuurlijk de jongens ook van vorig jaar en het seizoen daarvoor in de Jupiler League. Dus wat ik begrepen heb, er zijn een aantal goede jongens bijgekomen die het niveau ook weer gaan optillen. En ik denk dat wij gewoon het beter moeten gaan doen als vorig seizoen. Met mooi en goed voetbal. En dat is een punt waar wij keihard voor gaan knokken dit jaar.